En dit is onze zusje Jolien. En er is vandaag een pakketje binnengekomen. En voor wie? Voor Jolien! Ja. Ogen dicht. Laat jezelf de ogen dicht doen. 1, 2, 3 en kijk waar. Oh, wat is dit dan? Wow! Zo cool. Ja. En maar van Vita, baby Vita. Heel goed. En wat is het? Het is zeg maar een schildpad. Laat me zien. Met allemaal dingen. Waar je heel goed mee kan spelen. Maar ja, we kunnen er eigenlijk nu in de doos niet zo goed mee spelen. Hè? Ja. Laten we hem maar openmaken. Ga maar proberen hem eruit te halen. Ik weet niet of... Mama, mogen we het graag? Ja, zeker. Ik weet niet of je die nodig hebt. Kom maar. Mag ik even de... Hier, plakbandje. Pas op voor de vingers, hè? Van Jolien ook. Vind je mooi, Jojo? Ja. Wat is het voor dier? Een schildpad. En is het 1 of 2 schildpadden? 1. 1? Nee. Laat eens zien nog eens een keer. Ja, 2. De... Kijk, hier een klein en hier een hele grote. En een kwal en een octopus volgens mij. Ja. Echt? Ja, volgens mij is dat een octopus, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Hou hem maar uit. Oh, een platvis. Platvis? Is wel heel leuk, hè? Zo. Het eerste deel is over. Maar, het is zo. Kan ik dit eraf knippen? Zal mama heel even een klein beetje helpen? Doe maar. Mama heeft een beetje geholpen, hè? Ga eens kijken, kan die er nu uit? Ja. Oh. Nou, we hebben nog een belangrijk iets te zeggen. Want dat staat op dit kaartje. Nou, de stof en de binnenkant wat erin zit is allemaal gerecycled. Hoe moet je aan? Dat is heel goed voor de natuur. En weet je dat waar hebben ze het van gemaakt? Weet je van dat? Plastic flessen. Kijk, Jojo, hier is spiegel. Kijk! Dat is grappig. Nee. Mag ik ook eens knijpen? Tuurlijk. Hij Hij wil je vriendje zijn. Hallo kleintje, ik ben een lieve zeeschildpad. Het is een zeeschildpad. Samen spelen en knuffelen. Kijk, hier is een spiegeltje. Hier kan je aan trekken. En hier kan je zo aan gummelen. Heel goed. En deze kan je open en dicht doen. En hier heb je een ding waar je kan... heel zacht is. Hier kan je op drukken. En, en je kan hem ook muziek laten maken. Ja. Dit dingetje, dan gaat die muziek doen. Dansen! Dansen, Jolien! En dit hadden we nog niet uitgeprobeerd. Dan maakt hij geluid. Oh, dat is natuurmuziek. Echt rustgevend. Ja, hij is erg leuk, jongens. Maar ik denk dat de video er al op zat. Dus dit was de video. Dus geef een duimpje omhoog. En abonneer op ons video. Hieronder is de video. Doei! Doei!